Dit jaar ben ik wel echt fysiek wel echt een heel stuk sterker geworden. Ook uit de trainingswedstrijd zie je gewoon dat de 500 meter gewoon heel lekker lopen op het moment. En daar zie ik dus ook best wel mijn kansen ook wel in. Maar mijn prioriteit is nu gewoon de 1000 meter. Dat is dus mijn afstand. Ik weet van mezelf dat als ik wat constanter word, als ik wat stabieler word in mijn lichaam en gewoon fysiek een stuk sterker word, dat ik dan gewoon wel de stap kan maken en wel met de beste mee kan doen. Met een Nederlandse vader en een Japanse moeder zou je denken, hij heeft het beste van beide werelden in zich. Maar in hoeverre zien we in het schaatsen nog iets terug van zijn roots? Klinkt heel stom, maar ik denk dat als ik echt op Japanse manier ga schaatsen, dat ik waarschijnlijk niet hard genoeg ermee ga. Ik ben gewoon fysiek net iets anders gebouwd dan de Japanners. Dus ik kijk nu wel iets meer naar de Europese schaatsers, want mijn bouw ligt meer die richting op. De ploeg van coach Gerard van Velde kent de nodige Olympische ervaring. Met als ploeggenoten onder andere de gebroeders Mulder, Stefan Groothuis en de Amerikaan Shani Davis, kan Kai als Benjamin van het team zich meten met de top. Shani Davis was ook echt wel een held voor mij vroeger. Ja. Die won eigenlijk alles wel zo makkelijk. En nu zit hij bij mij in de ploeg, dus nu kijken we wel wat anders naar hem op. Maar goed, hij is nog steeds wel een held voor mij. Ik denk wel dat hij op dit moment wel een van de beste schaatsers ooit is. Ja, het is eerst eventjes wennen. Dus de eerste keer dat hij erbij kwam was wel van wow, Shani Davis in ons ploeg. Maar hij is echt heel vriendelijk en heel erg open. Dus eigenlijk, je zou verwachten dat ik dan heel vaak over schaats met hem praat, maar eigenlijk gaat het altijd over iets heel anders. Voor voorbij ligt de focus nu vooral op het NK Sprint en is internationaal schaatsen mooi meegenomen. Dit seizoen is voor hem een generale repetitie waarin hij vooral veel wil leren. Toch kent ook hij zo zijn ambities. Ik heb eigenlijk tegen mezelf ook gewoon beloofd dat ik gewoon sowieso een keer naar de Olympische Spelen zou willen. Maar Pyeongchang, ja, dan ben ik 23 op dat moment. Dus in principe zie ik mezelf dan wel, denk ik dat ik wel fysiek sterk genoeg ben om daar echt te kunnen rijden. Maar stel ik rij Pyeongchang en weer geen medaille bijvoorbeeld, nou, dan ga ik sowieso door tot 2026. En dan kan je wel veel van me verwachten, ja.